Punt 7.1. 7.1. 2.4. 5.7. Vroeger ben ik begonnen met hele RC-helikoptertjes en ja, het zat altijd al mee met vliegen. En toen, een paar jaar geleden, toen dacht ik, laat ik eens een drone kopen. Zo is het een beetje ontstaan. Zou dat iets voor jou zijn? Ja, als ik klaar ben met de middelbare school, dan ga ik zeker iets doen met drones. Wat weet ik nog niet precies, maar ik wil wel dingen ontwikkelen later voor drones. Okay. En zelf vliegen, bij de vogels rennen, is dat ook iets voor jou? Ja, zeker. Dat, vliegen is leuk. Het is zonde als een grasmaaier over eitjes gaat of zo. Dus als je ze kan redden, dan zou het altijd beter zijn. En zo sterven de dieren niet uit. Ga je nog vrijwilliger worden bij de Vogelwerkgroep? Voor, is dat een optie? Nou, weet ik niet. Ik heb nog niet die intentie, maar wie weet. Ja. En wat zijn de voordelen van als je dronepiloot bent? Het is niet een gevaarlijk beroep. En je redt er ook andere mensen mee en dieren. Wat gebeurt er dan met jou als je ermee vliegt? Ja, dan vind ik het gewoon meteen leuk. Vind je dat leuk? Ja, nou, ik ben er niet zo heel erg goed in. Wat is zo leuk om te vliegen met de drone? Dat je kan stunten daarmee. Kunt stunten? Aha. Ik vind het wel een heel mooi initiatief. Ik vind het met name een mooi initiatief omdat de jeugd echt hierop afkomt. En ja, dat is wel een mooie combinatie van toch naar oude omgeving en ja, moderne techniek. Zien we jou straks nog terug op bij de Vogelwerkgroep Geesteren? Misschien, wie weet. Ik hoop het.